De doelman scheurde in november van het vorig jaar zijn voorste kruisband en stond daardoor maanden buitenspel. Het is wel weer even heel erg anders. Dus gewoon gisteren weer voor het eerst met die jongens en dan loop je weer even samen over het veld. En dat heb ik natuurlijk een half jaar lang alleen gedaan, dus gaf een goed gevoel. Hoe ver ben je momenteel? Moeilijk inschatten, maar ik ben in ieder geval zover dat ik de oefenstoffen wel allemaal mee kan doen. Alleen nog wel op mijn eigen niveau. Dus ik zit nog niet op de fitheid van de jongens, maar ik ga er wel. Maak nu een grote stap op het moment. De vraag blijft wanneer hij weer volledig fit is. Ja, zoals ik vorige week al aangaf, denk ik dat in de loop van de voorbereiding dat de fitheid steeds beter zal worden. En dat je dan ook in de groepstraining gaat meedoen, zeg maar, in de partijvormen. Dat is natuurlijk weer de volgende stap. En daarna komen de wedstrijden om de hoek kijken. Ja, blijft er even goed.